Geen kopwerk gedaan, jij? Dankjewel. Bijna 20 jaar kom ik hier al. Het is me ingegoten met de paplepel, zou ik haar zeggen. Mijn oom, mijn opa, ja. Ik ging altijd eerst met mijn vader. En toen ik mijn eigen rijbewijs had, die ging ik alleen. En daarna kwam zij erbij. Nou, ik hield niet veel van voetbal. Maar ik ben er wel van gaan houden. Ja. Ene keer maak ik een fotoboekje en de andere keer doe ik op de laptop. Ja, ik kijk wel elk jaar weer even van, ja, dat was wel leuk weer. Ja, mooi weer altijd bij, dus... Ik kies nou op ik dit seizoen echt dat hij nou, ja, dat hij elke wedstrijd in de basis staat, ja. En Nick Viergever wacht ik nog op. Dus, ja. Nog niet gezien. Wat is het grootste verschil als je het vergelijkt met AZ? Zijn de trainingen ook echt daadwerkelijk van een hoger niveau? Ja, natuurlijk. Kijk, we hebben nu een selectie met 28 man staan op het veld. En iedereen die kan ballen. En, dus de hogeschool van de jeugdopleiding, wat er is. En dan zie je dat er heel veel talenten zijn. En iedereen van een goed niveau is. En dat was bij AZ anders. Niklas, Frank de Boer ziet hem ook wel op de nummer 6 positie. Is dat een goede positie voor Nick? Ja, dat is ook een goede positie voor hem. Hij heeft ook bij AZ gespeeld in die positie. En hij goed, heel goed spelen. Hij heeft nu al laten zien in een paar oefenwedstrijden dat hij dat heel goed kan. Maar daarnaast natuurlijk ook linksback en linkscentraal. Waar ligt jouw voorkeur voor welke positie? Ja, dat is nu nog wel centraal natuurlijk, maar dat is omdat je daar de meeste wedstrijden gespeeld hebt en de meeste ervaring hebt. Maar trainer heb gezegd, op de nummer 6 positie liggen ook mogelijkheden. En daar gaan we je laten ontwikkelen. En, we doen er al ons best voor en je krijgt veel hulp van de spelers, van de trainers. Dus daar kan het niet aan liggen. Jullie zijn na 2 jaar weer herenigd. Maar Niklas, hoe lang duurt deze hereniging? Ja, dat weet je nooit. Maar ik hoop dat het lang duurt. Op dit moment is het rustig. Rondom mij. Speelt momenteel niks? Nee. Maar je hebt wel een contract in 2015, toch? Ja, nog één seizoen, ja. Maar dan heb je weer het bijtekenen of... ja, wat heb jij ervan gehoord eigenlijk? Eigenlijk vrij weinig tot nu toe. Dus, nee. Er is nog niemand naartoe, geen Mark Overmars met van... Nee. Tekenen nee, of oprotten jij? Nee, nog niet. Nog niet, dat is nog niet gebeurd. En ik denk dat als het zover is, dan gaan we natuurlijk... praten. Of denk je juist volgend seizoen ben ik transfervrij? Daar kan ik ook nog op wachten. Nee, zo denk ik niet. Ik denk echt alleen op het voetbal. Ik vind het heel heerlijk om hier te zijn. Ik ben nu de aanvoerder en ik concentreer alles op deze ploeg op dit moment. En als iets komt, dan verandert het. Maar totdat iets gebeurt, dan ben ik 100% geconcentreerd op Ajax. En zo is het altijd geweest en zo blijf ik ook.